Schuurs. Deze bal is wat te kort van Ilatupa. Zo, Venema loert al, wil hem wel hebben. Zo trekt naar binnen. En komt dan een 1 tegen 1 met Schuurs. Die is hij kwijt. De voorzet is goed. En daar is het doelpunt van Venema. Maar hij mag wel naar Zo toe, lijkt me. Want die legt hem op een presenteerblaadje. Venema maakt zijn 7e van het seizoen. Maar wat een geweldige assist van Silla Zo. Hier heeft hij de bal. Dan zie je eigenlijk al het ijs dat mensen tekort komt. Schermt hij de weg voor Tjerny goed af. Laat Schuurs zich te makkelijk uitspelen hier. Maar de voorzet is echt perfect. Slordig ingespeeld. En daar gaat Venema alweer. Geen buitenspel. Wordt het meteen ook zijn tweede? Venema. Ja, dat weet je ook eigenlijk wel. Dat weet je eigenlijk wel. Dat als hij zo'n kans krijgt, je niet heel lang hoeft te wachten om een doelpunt bij te schrijven voor hem en voor Jong Utrecht. Slordig ingespeeld door Pasquali. De overname, de diepte. Het is geen buitenspel. Schuurs heeft dat op. Ja, en Venema 1-1 met Van Bladeren. Ja, het is gewoon hard. Corner nu wordt verlengd en levert de 3-0 op. Levert de 3-0 niet op? Hoe is dat nou mogelijk? De bal lag al op de lijn. Onvoorstelbaar. Ook Hogehout kan het ook niet geloven. En Venema helemaal niet. Venema en Pasquali. Ja, Venema is sneller, dat zie je wel. Venema, Zo, die doet dat makkelijk zeg. De redding is er van Van Bladeren. Hij had er al 4 kunnen maken. Ter Heide. Ineens combinatie Tjerny. Daar is Ilatupa. En dan is het raak en is het 2-1. Scoort Jong Ajax. Daar waar Jong Utrecht op 3 misschien wel een 4-0 voorsprong hoort te staan. Is de marge opeens 1. Prima afgemaakt door Saku Ilatupa. De Fin. Nou, een goede combinatie door het centrum. Ter Heide neemt eigenlijk te veel risico daar. Dat moet niet in de laatste minuut van de eerste helft. Want daar is Van Rooyen. En is wellicht nog een kans voor Utrecht. Oh, hij raakt nog de bovenkant van de lat. Bijleveld. Danilo, lichaamsschijnbeweging doorzien. En Schuurs zit ernaast, dan kan Venema weer door. Nou, kans nummer 5. Wordt dit dan zijn derde? Ja, dit is dan zijn derde. Dan zijn er een paar mensen die zeggen, je hebt geen hat-trick gemaakt. Want het was niet in één helft en niet op één volgend. Maar hij heeft er wel 3 gemaakt. En Schuurs zal zich deze aanrekenen, want hij zit er hier volledig naast. En Venema kan door, neemt hem mee op Van Bladeren af. En dan schuift hij hem heel beheerst onder de keeper door. Pasquali, oh, wat een zwakke paas weer. Levert hem zo in. Nou, daar komt Van Rooyen. Het is weer een kans. Van Bladeren redt. Ineens genomen en volledig verkeerd geraakt. Die bal gaat niet eens achter. Danilo draait, maar de bal is alweer onderschept door Brinkman. Zo. Brinkman. Patinama, Zo heeft ruimte. Het is 3 tegen 3 als hij snel is. Nou, snel is hij. Dus dat moet lukken. Daar is de voorzet en daar is het eigen doelpunt. Ja. De 4-1 kon niet uitblijven. Zoals Jong Ajax verdedigd, of beter gezegd, niet verdedigd in deze wedstrijd. Kemper werkt de bal in eigen doel. Ik heb Jong Ajax heel veel gezien de afgelopen jaren. Zo slecht als ze vandaag aan het voetballen zijn. Op die ene fase na, zeg maar, vanaf de 2-1, heb ik nog niet gezien. Bal voor het doel gelegd en die valt er gewoon in. Ik denk niet dat het zo bedacht was. Maar het past natuurlijk prima bij deze wedstrijd. Ja, ik kan er zelf om lachen, Bijleveld. Dit was allemaal zo niet bedoeld. Maar soms zit het mee. In een wedstrijd waarbij eigenlijk niks lukt, kunnen de gekste dingen opeens goed vallen. Venema die zich eigenlijk 3 keer vastloopt. Niemand die echt iets doet. Ja, en op het moment dat er wel iets gebeurt, dat Schuurs wel iets doet, is het een overtreding en is het dus een penalty. En kan hier gaan voor zijn 4e.
voor de 5-2. Maar die maakt hij niet. Venema mist vanaf 11 meter. Laatste moment van de wedstrijd. Nog één kansje wellicht. Černý hard. Paas blundert. Het is 4-3. Het is echt ongelooflijk. Het is een bizarre wedstrijd geweest. Waarin we ook nog een enorme keepersblunder erbij hebben. Want die stond er nog niet. En dan eindigen we weer met 4-3 bij Jong Utrecht Ajax.